In dit potje heb ik samen met een klasgenoot een beetje Clash Royale zitten spelen. Het is een 2v2. Dit is zo'n nieuwe modus waarop je zo rare coins kan verdienen. En daarmee kan je dus rijker worden. We zijn nu onze kaart aan het kiezen. En welke kaart jij kiest, komt voor jou en de andere gaat naar je tegenstander. En de tegenstanders hebben hetzelfde principe. Dus ja, wij gaan dus tegen elkaar spelen. Dit potje, mensen, kijk dit tot het einde, want het is echt crazy. Want ik vind het zo raar hoe dat we dit potje hebben verloren. Het is echt heel speciaal. Kijk, ik gooi al een miner. Ik denk toch dat ik dat had gedaan. Links komt er een. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt. Maar er komt een bandit ook links. En we hebben een rus geplaatst ter verdediging. Een luchtballon rechts, dat is ook al fucked eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik heb het gevoel dat onze rechterflank al kwijt zijn. Daar lijkt het toch op. Ik weet het. Nee, eigenlijk. Net niet. We zijn het net niet kwijt. Links hebben we kobolden, maar er is het gif en dat was ja, tegen ons gezet. En dan komen de skeletjes aan. Hoe noemt het eigenlijk skelettenridders? Ik weet het eigenlijk niet. Let achter in de reacties. Ik ben nog niet zo professioneel hier in deze game. Trouwens, ik heb een clan. Mocht je het willen joinen, het noemt Albert Place. Met hoofdletter A gewoon. En dan kan je joinen als je wilt. Ik ben nu op dit moment wel best actief in die game. Dus ja, voor degene die wilt. Kan altijd joinen. Het kan ook zijn dat ik na een tijd niet meer actief ben, hè. Maar op dit moment speel ik best wel veel Clash Royale en dat is wel leuk om te spelen ook. Oh, de Rus gaat net geen hit kunnen geven. We zijn links echt een beetje in gevaar. Oh, dat is een gevaarlijke kaart daar. Oef, het gaat één gekke jump maken als hij niks plaatst. Ah, die heeft iets geplaatst. Dat is jammer. Maar ja, we hebben Zaps. Wat ook echt heel OP is eigenlijk. Maar ja. Oh, Ridder. Oh, die Ridder wordt daar gepakt. Dat is wel veel jammer. Maar ja, wat kan je eraan doen? Electrodrak vind ik echt een slechte kaart, om eerlijk te zijn, mensen. Dat is een kaart die ik persoonlijk nooit zou gebruiken aan mijn deck. Oef, die varkens zijn zo irritant, hè. Oh, dat is echt een heel irritante kaart. Dat doet zoveel damage, hè. Kijk, die hebben gewoon die toren gepakt. Ja, dat is een heel stomme kaart. Hè. Die kan je bijna niet tegenhouden. Tenzij je skelet hebt, maar ja, dat is makkelijk af te weren als je. Wow, joh, wat is die attack links, man? Rechts gaat er een Valkyrie naar de toren. Oh, we hebben links wel heel veel troepen nu. Ah, dan hebben we ook heel veel geplaatst. Wow, joh, gevaarlijk. Ah, die gif heeft het echt. Oh, ik denk dat we het hebben. Oh, we hebben de linkertoren gepakt. Oké. Lekker. Even tussendoor. Mensen, mocht je nog niet weten. Nog... Mensen, mochten jullie nog niet weten. Mijn album is uit. Het eerste nummer. Elke week, vrijdag. Een nummer. 10 nummers in totaal. Eerste nummer zal uitchecken als jullie willen. Ja, doe je ding. Op, terug naar de video. Oh, nog niks komt. Kijk, hier komt het, mensen. Zo kan je toch niet verliezen. Ah nee, dat is nog niet zo. Laat maar, vals alarm. We gaan nu naar de verlenging. Ja. Links zijn we echt wel strong aan het gaan, maar ja, het is een beetje. Af aan het verweren. Wop. Oh, die Valkyrie is zo sterk, hè. Die special Valkyrie. Links is heel gevaarlijk op dit moment. Oh, vies hard gepakt links. Oh, links is echt goed gedefend. Echt waar. Oh, die varkensruiters zijn zo erg. Kijk, kijk, kijk. Nu is daar een mijne rechts. Let op, hè, zijn we eens, mensen. We zijn richting het einde aan het komen. Kijk, kijk, die hulk ding. Die ging het net niet halen. Nee, die ging het niet halen. Die haalt het niet. Wat jammer is dat toch. Oh, ik had die. Weet je wat me nu opvalt? Ik had die gewoon op die toren rechtsboven moeten zetten. Maar ja, dat is mijn fout. Kijk, vuurbal erop. Kijk, nu komt het, mensen. De luchtballon. Oh, kijk, we zijn een beetje. Een gevaar. Kijk, rechtsboven gaan we echt lekker. Kijk, oh. Kijk, hier komt het, mensen.
Laat in de reacties achter wie jij vindt dat heeft gewonnen, oké? Okay. We hebben 24 en rechtsboven 24 op die toren. Van onder hebben we nog 872 HP, maar die luchtballon gaat een beetje damage doen. Kijk nu. What's dit? Dit was absurd. Alhoewel, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken.